Hey Gunto, ik heb de assen gefixt en ik heb ook het geluid even gefixt. Ik denk ik maak even een kort video, dan is dat wat makkelijker uit te leggen. Airbrake Soundtreff, Air Cut-Off Soundtreff, Lift Axle Soundtreff en de Reverse Soundtreff, dat heb ik allemaal hierin gezet. Nou, het geluk had ik dat mijn 4-serie hetzelfde had. Alleen moest ik dus de naam even veranderen naar Scania 143. Kijk, want je moet dus waar hier die vult bij staat, dat pakt die van Eurotruck zelf. Dus dat is de hoek D-Tag en de trailer cables. Dus als ik nou een trailer aankoppel, dan zou die vanaf beneden af aan gaat die dan dat geluid op zoeken. Nou, dan pakt hij het geluid van Eurotruck. Nou, Eurotruck heb je zelf. Het geluid in het spel zit voor het aankoppelen van een trailer. Dus dan hoor je die kabels vastklikken. De hoek attack en detach, dat is het geluid waar jij hoort als jij daar een trailer op die schotel klapt. Nou, de lift axle, dat is voor de as die omhoog en naar beneden gaat. Nou, dit spreekt allemaal voor zich. Dit is de handrem. Dit is de handrem eraf halen. Dan heb je hier de reverse, dat is achteruit. Nou, zo werkt dat een beetje. En ik kon dat overzetten van mijn 164L, dus die 4-serie. Nou ga ik even deze openen. Dit is een 4x2. Nou, daar hoef ik niks in te veranderen, want daar zit wel goed. En daar was jij nog mee bezig, dus daar kom ik ook niet aan. Alleen heb ik even het een en ander veranderd. Nou, het een en ander. Ik heb maar één ding moeten verzetten. Of naar nou, twee dingen. Je hebt hier liftable axle 0. 0, dat is de voorkant. Die moet dus niet liftbaar wezen, dus die zet je op vals. Liftable axle 1, dat is dus bij die, dat is zeg maar het achterste voorwiel. Dus die komt nog voor. De tilas, zeg maar, dus voor de boogie, die staat ook op vals, want die moet niet omhoog. Het achterste wiel moet wel omhoog, dus die heb ik op true staan. 0 is de stuurbare as. 1, dat is de eerstvolgende as achter de cabine. En dan 2, dat is dan de as die daar weer achter komt. Kijk, en bij die 4x2, even kijken waar staat dat hier. Ja, kijk, hier heb je dan 0 en 1. Power axle, de rear axle, dat is dus de achterste, die staat op true. Want daar moet dus die tractie op komen te staan. Dus daar zal de motor naartoe gaan. Wil ik dus een 4x4 wagen hebben, dan kan ik ook zeggen van ik gooi de stuuras op true. En dan heb ik dus tractie op beide assen. Maar dat is niet nodig. Maar om even terug te gaan hier naartoe, ik heb dat dus gefixt. Dus nu gaat het achterwiel omhoog. En ik heb hier dus bij de power axle, dit is dus dan weer die stuurbare as. Dit is de tweede as. Nou, je ziet hier dus dat hij de achterste wielen omhoog gooit. Dus daar moet geen tractie op komen, die moeten gewoon vrij staan. Dus ik heb de eerstvolgende as achter de cabine, die staat op. Powered axle, dus dat wil zeggen dat daar het vermogen naartoe gaat vanuit de motor. Zal ik nou bijvoorbeeld deze op vals zetten, zodat hij dus niet omhoog kan, dan kan ik deze dus op true zetten, zodat beide achterassen gepowered worden. Dat wil zeggen dat daar dus beide keren het motorvolume op komt te staan, oftewel het motorvermogen. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb er dus voor gezorgd dat het een boogie is, zodat ik het achterwiel omhoog kan gooien. En dat werkt in principe als volgt. Die as die nou omhoog en naar beneden gaat, er staat geen tractie op. Maar de tractie staat dus op dit wiel, dus de eerste. Hier staat dus vermogen op en deze niet. Maar deze kan ik wel nu naar beneden en naar achter en naar boven toe zetten. Nou, dit is dus 0.
1 en as nummer 2. En zo werkt dat. En het achteruittoontje doet het ook. Laten zien. Dat zijn allemaal even kleine dingetjes, maar dat klopt allemaal wel, joh. Ik heb hier dan de GPS. Daar zit nog geen DDS in, dus waarschijnlijk is dat uit die mod gehaald. Misschien vroeger al wel, maar dat maakt niet uit. Dat zijn die tomtommetjes. Die zijn dus nu nog paars. Dus zijn dat die DDS-files er wel in staan, maar niet op het goede formaat staan. Dat zou ook nog kunnen, dat weet ik allemaal niet, joh. Even kijken. Nou, dat stuur ik er dan misschien. Dat zal dan nog bijgedrukt moeten worden. Zodat beide spaken gelijk staan. Kijk, dit stuurke staat er wel goed. Die staat er wel recht. Alleen deze zal dan even bijgedrukt moeten worden. Dus van binnenuit nog een paar dingetjes. En ik had ook toen ik de lichten aanzette. Dat die lampjes, zeg maar, voor op de motorkap niet bij handen. Ja, van buiten wel, maar van binnen niet. Dus dat zou allemaal nog even gefixt moeten worden. Nou, de spiegeltjes die waren goed. De verlichting was ook goed. Nou, de lightbox, daar moet ik even naar kijken welke dat daar is. Ik zal eens even zien in mijn console. LB. Nou, dan moet ik even kijken welke lightbox dat is, want er staken meerdere in. Maar dat maakt niet uit, dat komt wel. En dan mudflap, nou ja, dat kan ik altijd nog even doen. Ik vind dit trouwens ook heel mooi geworden. Ook met de telekers, die worden mooi aangesloten, die kabels. Dus daar is niks mis mee. Alleen het is, ja, deze deuren even, dus met dat glas. Ja. Even kijken, de binnenkant, die navigaties. Ja, er waren nog een paar kleinere dingetjes. Maar jongen, dat komt allemaal met de tijd wel. Het is al een heel mooi begin dat die eindelijk weer terug gaat komen. Oeh, het is ook wel dik trouwens, die kleur. Allee jong. Nee, skin 143, allee jong. Ziet er geniaal uit. Ik kan misschien, want ik heb volgens mij de oude ook nog wel, die skin die ik heb hier wel weer opzetten. Maar dat is nou nog niet echt zo van belang. Ik snap ook niet wat deze erin doet, want deze past totaal niet op deze auto. Dus ik hou hem gewoon even lekker mat, lekker zwart. Dus ja, daar zijn de kleine dingetjes. Dus als je zegt van, nou ja, stuur me deze mod maar even door, dan is in ieder geval dat chassis is aangepast.
En de power axle is aangepast. Ik kan je ook even de hoe heet dat doorsturen. De dev file. Die kun je er dan gewoon inzetten. En dan weet je in ieder geval van, hey, als ik die dev erin gooi, dan werkt dat. Voor de rest heb ik in die dev nog niks aangepast. Enkel de tractie, dus op de as. En ik heb hem liftable gemaakt op de goede manier. Want ik weet dat dit nog een heel oud model is. Waarbij ze dus die exos in Eurotruck, die chassis, die hebben ze allemaal omlopen deffen toen destijds in andere updates van Eurotruck. Dus ik denk dat dat het probleem is geweest, ook bij deze wagen. Want ik heb naast meerdere Scania's en ook Scania mods, waarbij ik dus al die chassis heb handmatig aan moeten passen. Dat kwam omdat het allemaal omgedraaid stond. Nou, ik heb dat gefixt, gelukkig. Dus, maar goed, het zijn de kleine dingetjes, Gunther. Maar echt jongen, respect dat dat wagentje dat komt weer terug. Daar ben ik heel blij mee. Want dat was wel een wagen waar ik heel graag mee, ja, in de Eurotruck een beetje rond wou tuffen.